Hallo beste mensen, zoals jullie weten zijn we begonnen met het thema hartfalen. Om het thema hartfalen goed te kunnen begrijpen, het onvoldoende rond kunnen pompen van het bloed door het hart, moeten we ook eventjes kijken van hoe zit het anatomisch met het hart. Wat gebeurt er nou eigenlijk met het hart en de circulatie op het moment dat het hart echt onvoldoende bloed rond kan pompen. Zoals jullie weten kunnen we het hart verdelen in een linker en een rechter harthelft. De linker harthelft ontvangt bloed vanuit de longen, zuurstofrijk uiteraard. Ontvangt het bloed in de linker boezem, geeft het vervolgens door aan de linker ventrikel en de linker ventrikel pompt het bloed in de grote lichaamsorgaan of aorta. Kijken we naar de rechterkant van het hart. De rechterkant van het hart ontvangt het bloed uit borst, hoofd, armen, benen, buik via de onderste en bovenste holle ader. Biedt het bloed aan de rechter boezem. De rechter boezem geeft het vervolgens door aan de rechter ventrikel. En de rechter ventrikel geeft het zuurstofarme bloed, wat je vanuit de circulatie ontvangt, door aan de longen, waar het bloed van zuurstofarm naar zuurstofrijk zal gaan. De linker harthelft en de rechter harthelft pompen beide evenveel bloed weg. Er is geen verschil tussen. Vergelijk het maar met het verwarmingssysteem thuis. Als jouw verwarmingsketel meer water weg zou pompen als dat er binnen zou komen, dan gaat er ergens een storing lopen. In onze circulatie is het precies hetzelfde. Wat gebeurt er nu als of de linker of de rechter harthelft tekort schiet in zijn pompfunctie? We gaan eerst eens kijken naar de linkerkant van het hart. Als de linkerkant van het hart tekort schiet in zijn pompfunctie, dan praten we over de decompensatiecordus links. Als de linker ventrikel onvoldoende staat om bloed weg te pompen, dan zal er bloed achterblijven in de linker ventrikel. Gevolg daarvan is dat de druk in het hart op gaat lopen. Dat is ook logisch, hè? Hoe meer water, hoe meer vloeistof in het vat. Hoe hoger de druk gaat worden. Vervelend uiteraard is dat het bloed wat aangeboden wordt via de linkerboezem daar last van gaat krijgen. Die kan namelijk zijn bloed niet meer kwijt, want die linkerventrikel zit al ver vol. Drukstijging in de linkerventrikel geeft dus ook een drukstijging in het linkeratrium en geeft vervolgens ook een drukstijging in de vier longvenen. Stuwing in de longvenen geeft benauwdheidsklachten. Treed die acuut op. We praten over astma cardiale, oftewel benauwdheid op grond van hartziekte, op grond van onvoldoende pompfunctie links. De problemen die ontstaan richting de longen in dit geval noemen wij met een mooi woord backward failure, het stroomopwaarts falen. Astma cardiale is dus een uiting van backward failure, stuwing in de longvenen. Het onvoldoende bloed weg kunnen pompen door de linker ventrikel heeft uiteraard ook gevolgen voor het aanbieden van bloed aan alle organen, benen, huid, etc. Het tekortschieten van de pompfunctie en de afname van de doorbloeding naar de weefsels, afname van de doorbloeding van de nieren, noemen wij forward failure. Oftewel het met de stroomrichting mee falen van de circulatie, het voorwaarts falen. Vervelende bijkomstigheid van een afname van de doorbloeding van de nieren is dat het RAS-systeem wordt geactiveerd. Komen we op terug. Maken we een overstapje naar de rechterkant van het hart. Wat nu als de rechterventrikel onvoldoende in staat is om bloed rond te pompen? Dan zal de doorbloeding richting de longen afnemen. Dus we krijgen een afname van bloeddruk en daarmee afname bloedtoevoer naar de longen. De druk in die rechterventrikel zal oplopen, identiek aan links, zoals dat bij links het geval is. Die ten gevolge zal de druk in de rechterboezem, of het rechteratrium, ook oplopen. Het geeft vervolgens stuwing in de onderste en bovenste holle ader, daar waar het bloed het hart binnenkomt. Wat voor klachten geeft het dan? Je krijgt gestuurde halsvenen, enerzijds door een gestuurde bovenste holle ader, anderzijds stuwing van de onderste holle ader geeft oedeem in de buik, oftewel ascites. Het zal oedeem geven in de benen, stuwing van de lever. En het geeft vooral 's nachts plassen. Het typisch kenmerk van een rechtsdecompensatie is 's nachts plassen. Mensen krijgen heel veel oedeem met de benen normaal overdag. 'S nachts gaan ze plat liggen en gaan ze slapen. Het hart heeft het dan net iets makkelijker vaak. Hè? Dan zie je dat het vocht vanuit de benen toch wat opgenomen wordt in de bloedvaten. De nieren krijgen meer bloed en meer vocht aangeboden en gaan meer urine maken. Dus mensen die nog nooit 's nachts hebben hoeven plassen daar eigen klachten van krijgen. Dan moet je altijd wel een belletje gaan denken van, hey, zou die rechter harthelft toch wel goed doen? Dus even als opmaat naar het thema hartfalen. Probeer even voor jezelf inzicht te krijgen in, we hebben een linker en een rechter harthelft.
Wat gebeurt er als de linker harthelft onvoldoende pompfunctie heeft? Dan krijg ik enerzijds stuw naar de longen, anderzijds afname door bloeding van de organen. Wat gebeurt er als de rechter harthelft onvoldoende pompfunctie heeft? Afname bloedtoevoer naar de longen toe en stuwing in de bovenste holle ader naar alle organen die van daaruit gedraineerd zijn.